8 mei is het precies 60 jaar geleden dat het lionisme in Suriname werd geïntroduceerd. De introductie werd via Lions Club International van Amerika gedaan. De eerste serviceclub die zich de afgelopen 6 decennia dienstbaar heeft gesteld aan de gemeenschap is Lions Club Paramaribo Central, LCPC, Malti Sarju. Waarvan Malti Sarju de president is. Zij zegt dat er verschillende activiteiten zijn gepland om de jaardag van de club, die ook de eerste is van het Engels sprekend Caribisch gebied, te gedenken. 60 jaar lionisme in Suriname, niet alleen in Suriname, maar ook over het heel Caribisch gebied, is dus dit een mijlpaal voor het lionisme. In dat kader wordt er dus ook volgende maand in periode 17 tot en met 21 mei, vindt dan de Multiple District Convention vindt dan plaats in Suriname. Volgens Lions-president Sarju zullen tijdens de regionale Lions-conferentie alle Lions uit district 60A en 60B participeren. Suriname, Guyana en Trinidad maken deel uit van district 60A, terwijl de Engelssprekende Caribische landen deel uitmaken van district 60B. Sarju vertelt dat tijdens deze vergadering de landen stilstaan bij de ontwikkelingen van het lionisme van de afgelopen jaren. Verder is er een parade van de deelnemende landen in hun originele klederdrachten door de stad gepland. De Lions-president zegt dat de club de afgelopen 6 decennia heel wat hoogtepunten heeft gekend. Hoogtepunten zijn dat onze fundraising activiteiten, we hebben kalenderprojecten gehad, Valentine projecten, daarna nog hapjesochtend en dan zijn er nog meerdere boemkoppenseries. En dan onze fundspending, dan zijn er ook, toentertijd hadden ze een Miss Suriname project, ze hadden het soepenproject, ze hadden ook, de aandacht wordt dan ook gelegd op kinderen, mensen in nood. Sarju onderstreept dat het doel van de club is om de mensen in nood te helpen. Middelen die de club vanuit de gemeenschap krijgt, worden aangewend voor degenen die het hardst nodig hebben. Met de huidige economische situatie is het een grote uitdaging voor Lions Club Paramaribo Central om de mensen in nood te helpen. Er zal nog meer samengewerkt worden met andere Lions Clubs en ook privéorganisaties zullen worden benaderd ter ondersteuning van sociale projecten. Lions Club Paramaribo Central werd in 1957 door vooraanstaande mannen uit de Surinaamse gemeenschap opgericht. Nu zijn zowel mannen als vrouwen lid van Lions Club Paramaribo Central.